Hallo, ik ben Danielle en in deze video gaan we een aantal partities aanmaken. Daarvoor ga ik een aantal keer een switchen tussen de slides en mijn virtuele systeem. En ik ga je ook even laten zien hoe je specifiek in VMware Workstation je harde schijf groter kan maken. Omdat ik dat zelf voor het aanmaken van mijn partities ook nog even moet doen. Als je een nieuwe partitie aan wil maken, is het goed om eerst even te analyseren hoeveel ruimte je daadwerkelijk hebt op je schijf en hoeveel partities er zijn en of je überhaupt wel een nieuwe partitie aan kan maken. Nou, gebruik je een virtualisatieprogramma, dan kan je je harde schijf vergroten als er niet genoeg ruimte is. Maar we zouden bijvoorbeeld ook een USB-stick kunnen gebruiken, echt als testoptie. Dus je plukt een USB-stick in en dan kun je daarop ook nieuwe partities maken. Om mijn partities te kunnen kijken, moet ik wel ingelogd zijn als root. Dus ik gebruik su en ik log in als root. En vervolgens schreef ik de opdracht cat proc partitions. En ik zie hier gelijk al mijn SDA staan. En SDA is mijn eerste harde schijf. Om wat meer details te kunnen krijgen van deze harde schijf, kies ik voor het commando fdisk en dan def en vervolgens sda. En ik typ hier p omdat ik mijn partities wil zien. Als we nog even een stukje naar boven gaan. In de procmap kan ik dus zien wat mijn partities zijn en wat mijn harde schijf is. En kies ik voor fdisk DEV sda en def is mijn device map, dan krijg ik informatie. Specifieke informatie over die harde schijf. En ik zie nu ook dat mijn harde schijf 21,5 gigabyte groot is. Nou, dat is zoveel bytes. En dat daar zoveel sectoren op zitten. Als ik kijk naar mijn eerste petitie, dan start deze op deze sector en hij eindigt op deze sector. En vervolgens zie ik ook dat mijn tweede petitie hier start en hier eindigt. Dat betekent dus, als ik naar deze sector en naar deze sector kijk, dat ik niet zo heel veel meer over heb. Dus ik heb niet voldoende over om nog een nieuwe petitie aan te maken. Ik zal dus, als ik een petitie aan wil maken, of een nieuwe harde schijf toe moeten voegen, of deze harde schijf vergroten. Nou, in het echt is het wat lastig om een harde schijf te vergroten, maar het voordeel is dat ik gebruik maak van VM. En daarin kan ik mijn harde schijf gewoon groot maken. Dat ga ik dus eerst ook doen. En daarvoor moet mijn systeem trouwens uitstaan. Dan ga ik in mijn virtuele machine, ga ik naar settings en ik kies voor mijn harde schijf. En je ziet hij is nu 20 gigabyte en ik ga hem vergroten naar 50. Mag ook 40, maar ik zet hem even op 50. Oké, okay. en dan kan ik hem aanzetten. En ik ben weer ingelogd als root. En vervolgens heb ik weer Fdesk Def SDA gedaan. En je ziet nu dat mijn harde schijf vergroot is. En je ziet ook dat ik nu behoorlijk wat meer sectoren over heb. En dit heb ik nog over. En dit is de laatste petitie. Nu zou ik een nieuwe petitie aan kunnen maken. Maar het is goed om eerst even te kijken welke en hoeveel petities ik precies aan kan maken. Op systemen met een master boot record zijn er drie soorten partities, namelijk primaire partities, extended partities en logische partities. Van een primaire partitie kun je er maximaal vier aanmaken. Als je dus weet dat je meer dan vier partities nodig hebt, dan kun je beter gebruik maken van extended partities. Of drie primaire partities en één extended partitie. Want op die Extended Petitie kun je weer logische petities aanmaken. En dus dan kun je in één Extended Petitie bijvoorbeeld nog weer een aantal logische petities maken. Een petitie kan je aanmaken met fdisk. Nou, dat zal ik ook even laten zien. Om een petitie aan te maken maak je ook gebruik van het commando fdisk en dan DEV SDA. Nou, dan krijg je een menu en om te kijken wat je precies kan doen zou je M in kunnen typen en dan krijg je een aantal opties. Als we een nieuwe petitie aan willen maken, kiezen we voor N. Add a new petition. Enter. Nou, dan kunnen we kiezen voor primary of extended. Nou, we gaan in dit geval in eerste instantie voor een primary. En je ziet we hebben al twee primary. En we hebben twee nog vrij van de vier. Dus ik kies voor P, de primary petitie. En dan mag ik kiezen tussen 3 of 4. Petitie nummer 3 of nummer 4. Nou, ik ga standaard voor 3. En hij vraagt me nu wat de eerste sector van de nieuwe petitie moet worden. Nou, dat is eigenlijk altijd de eerste beschikbare petitie. En dat is prima. En dus hij gaat gewoon verder waar de vorige petitie eindigt. Dan vraagt hij me naar de last sector. En hier kan je ook gewoon de size invullen: in kilobytes, megabytes of gigabytes. Laten we zeggen dat we een petitie van 100 MB aan willen maken. Dan zeggen we plus 100 M. En hier zegt hij: Partition 3 of type Linux and of size 100 MB is set. Om dit weg te kunnen schrijven, en dat zien we hierboven nog net staan, gebruiken we de W. En dan heeft hij hem weggeschreven. Om hem nu te kunnen gaan gebruiken, en dat zegt hij hier ook: The new table will be used at the next reboot, or after you run part probe, or kpart x. Dan uh, gaat hij het uitvoeren. En we geven een reboot om de partitietabel door te laten gaan. Ik heb mijn computer opnieuw opgestart. En ik ga nu even kijken wat hij van de partities gemaakt heeft. Dus ik zeg F disk Def sda En dan P. En je ziet, ik heb hier nu drie partities. En die laatste partitie is 100 mb groot. Dan ga ik nu nog een partitie aanmaken. Want ik heb nu een primaire partitie aangemaakt En ik ga nu een extended partitie aanmaken. Dat doe ik op dezelfde manier. Met, uh, nou ja, we kunnen even in het menu kijken. M. En dan add a new partition. N. En dan zeg ik nu E voor extended. Nou, mijn first sector is gewoon default. En mijn size. Ik ga hem de hele grote maken. Dus ik zeg ook gewoon. Default. Dan zeg ik P om te kijken of de petitie inderdaad aangemaakt is. En hij is inderdaad aangemaakt. En dan ga ik nu nog een keer op N drukken. Omdat hij nu zegt: All primary petitions are in use. Adding a logical partition 5. En dat doet hij dus omdat er nu alleen nog maar logische petities aangemaakt kunnen worden. En die log logische petities, die maak ik aan. Op deze extended-partitie. Dus ik kan nu zeggen, we beginnen gewoon bij deze sector. Ik wil hem bijvoorbeeld 200 plus 200 m laten zijn. Dan wordt die 200 mb groot. En dan zeg ik p. En dan zie je inderdaad hier een extra partitie erbij staan. En die heeft hij dus aangemaakt op deze extended partitie. Nou, om er nu voor te zorgen dat ook op een andere computer deze partitie herkend zou kunnen worden, drukken we op T om het te wijzigen. En dan geven we 5, uh, SDA 5, om die partitie te wijzigen. En dan zeg je L. Nou, dat zijn er best wel wat. De meeste ervan zul je waarschijnlijk nooit gebruiken, maar degene die we nu gaan gebruiken is VFAT-bestandssysteem. En dat is optie C. En dan zeg ik W om te writen. En dan kan ik nu weer CAT proc, partitions. En dan zie je deze drie partietjes staan. Maar om het echt daadwerkelijk te moeten kunnen writen. Moeten we het systeem dus rebooten? En dat ga ik nu even doen. Terwijl het systeem reboot, is het goed om even te kijken naar de verschillende bestandsystemen. Want we hebben nu wel mooi een aantal petities aangemaakt, maar we kunnen er eigenlijk nog niks mee. En dat komt omdat er nog geen bestandsysteem op staat. Om een petitie te kunnen gebruiken, moeten we hem wel eerst even formatteren. Nou, dat kunnen we met het commando mkfs doen. En met min t, en dan kiezen we voor een bestandsysteem. En de min t staat in dit geval voor type. En ik heb hieronder even een tabel geplaatst. Nou, ja, wat voor bestandssystemen vaak gebruikt worden. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor Ext4. Nou, dat is lang het standaard systeem geweest. En prima, all uh, Maar we hebben geen verdere ontwikkelingen. En dan heb je BTRFS. En BTRFS is vrij nieuw. En het heeft wat, wat leuke features. Uh, want wat in eerste instantie het geval was, is dat je op één niet geen onderscheid kan maken. Dus je bent al vrij snel verplicht om eigenlijk meerdere petities aan te maken om bepaalde bestanden, mappen, directories veilig te stellen. Bijvoorbeeld de boot directory die je dan op een andere petitie zet. Nou, met BTRFS is het mogelijk om bepaalde subvolumes te maken, om op één petitie toch onderscheid te maken tussen logische entiteiten. Dus je werkt met één partities, maar je hebt wel verschillende subvolumes, waar je dan verschillende directories op kan plaatsen. Nou, en dat maakt het dat het niet echt meer nodig is om verschillende partities aan te maken op een harde schijf. Je hebt ook XFS en dat wordt gebruikt als je juist veel kleine bestanden hebt of heel veel grote bestanden. Um, en dat is de nieuwe standaard op Red Hat Enterprise. Dan heb je RICE ERFS en dat werd als zuurste standaard gebruikt, maar tegenwoordig is het alleen nog maar op oude systemen en dat komt feitelijk omdat de bedenker hiervan, de ontwikkelaar hiervan, de heer Rees, voor moord is opgesloten, waardoor het eigenlijk niet verder ontwikkeld werd. Dus alleen op oude systemen nu nog. X2 en de 3 zijn de voorlopers van de X4. Heb je V Dat is het meest compatible en wordt bijvoorbeeld ook wel gebruikt als je een USB-stick maakt die je zowel voor Apple als voor Windows wil gebruiken. Dan heb je NTFS en die is dus compatible met Windows NTFS, maar we kunnen de volledige compatibiliteit niet garanderen. En om deze reden zou je het ook beter niet kunnen gebruiken. Nou, ben je echt nou door de bomen het bos kwijt, dan is het aan te raden om gewoon X4 te gebruiken of aan de slag te gaan met BTRFS. Tenzij je echt een USB-stick hebt waarvan je weet dat je het op meerdere besturingssystemen gaat gebruiken, dan zou je kunnen kiezen voor VFAT. Laten we eens onze petities die we net aangemaakt hebben, voorzien van een bestandssysteem. Goed, ik heb nu het commando lsblk gebruikt om... Mijn petities te bekijken. Je ziet hier: ik heb SDA 1, SDA 2. Je ziet de grootte. Dit is mijn petitie, mijn primaire petitie van 100 MB die ik aangemaakt heb. En je ziet hier ook mijn petitie 4 en petitie 5. En ik ga nu op petitie 3 een bestandsysteem plaatsen en dat doe ik met het commando S. X 4. En dan moet ik wel even natuurlijk Def 3 En dat heeft hij nu toegevoegd. Hetzelfde ga ik doen met mijn usb partitie Maar daar ga ik dus V vat op zetten. Dan zeg ik M K F S t Vfat def sda5 fat. we kunnen dit nu checken door lsblk en dan min -f. En dan zie je hier inderdaad wat de file systems zijn. In dit geval heeft hij van sda3 ext4 gemaakt en van sda5 heeft hij de vfat gemaakt. In deze video hebben we gekeken naar de verschillende partities. Primaire partities, extended partities, logical partitions. We hebben een aantal partities aangemaakt, waarbij we eerst onze harde schijf in onze virtuele machine hebben moeten vergroten. Vervolgens hebben we primaire partities aangemaakt, we hebben een extended partitie aangemaakt en op die extended partitie hebben we weer een logische partitie aangemaakt. En daarna hebben we de bestandsystemen erop gezet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.